Inwoners van Lent moeten het sinds oudjaarsnacht doen zonder lokale supermarkt. Een brand legde de plaatselijke Jan Linders grotendeels in de as. De supermarkt heeft voor haar klanten nu een makkelijke oplossing bedacht. Een bus rijdt het Lentse winkelend publiek nu naar een filiaal in Wijchen. Wij zijn als enige supermarkt hier in Lent. En we begrijpen ook heel goed dat er natuurlijk ouderen zijn of mensen die geen vervoer hebben. En van daaruit is de gedachte ontstaan van god, wij willen heel graag dat wij onze klanten kunnen houden. En vandaar dat wij heel snel georganiseerd hebben een pendeldienst vanuit Lent naar filiaal Wijchen. Alle bewoners van Lent krijgen van ons een kortingsbon van 5 euro om in ieder geval een stukje tegemoet te komen tegen de reiskosten die ze gaan maken. Ik vind het een geweldig idee, want voor de mensen die slechter been zijn of met een fiets en die hier alleen een supermarkt in Lent hebben, is dit een geweldige uitkomst. Het is prettig geregeld, want er zijn heel veel mensen die hier ook komen winkelen en die geen vervoer hebben om elders een andere plek te gaan winkelen en de boodschappen te gaan halen. Aangezien mijn auto op een invalide parkeerplaats staat en precies op het plaatsje delict stond, ja, helaas, jammer dan, is de auto in brand gevlogen en moet ik dus nu elders boodschappen gaan doen en andere dingen gaan regelen.